Deze inleiding gaat vooraf aan de zogenaamde reset-meditatie, die speciaal gericht is op jongeren. De meditatie is bedoeld om jezelf weer in balans te brengen en om dat uit te leggen gebruik ik het voorbeeld van een mobieltje. Als je mobieltje niet meer goed werkt, dan kan de oorzaak op verschillende niveaus liggen. Op de eerste plaats kan de hardware van het telefoontje kapot zijn. En als dat niet het geval is, kan het misschien liggen aan een storing in de software. En als ook daar de oorzaak van het probleem niet ligt, dan kan de verstoring worden veroorzaakt doordat er in het mobieltje iets misgaat bij de verwerking van de informatie. In dat laatste geval helpt het vaak als je het mobieltje reset, dus uitzetten en weer opnieuw opstarten. Niet alleen een mobieltje kan gaan haperen, maar ook mijn normale functioneren kan verstoord raken. En ook de oorzaak daarvan kan liggen op verschillende niveaus van mijn systeem. Als het haperen puur lichamelijk is, en dat zou je kunnen vergelijken met het hardwareprobleem van het mobieltje, dan moet ik naar de dokter gaan. Als de oorzaak niet op lichamelijk niveau ligt, dan kan het haperen misschien een psychologische oorzaak hebben. In dat geval kan de psycholoog mij misschien helpen. Die zal mij dan bijvoorbeeld vragen of ik vaak pieker. Zoals, ben ik wel goed genoeg? Vinden ze me wel leuk? Of, als ik dat doe, dan zal ik zeker weer vervelende dingen gaan ervaren. Of andere negatieve kronkels in mijn hoofd. Die vaak voortkomen uit een innerlijke angst of onzekerheid. Want als ik in mijn hoofd veel aandacht ga geven aan dit soort piekergedachten, dan verstoor ik eigenlijk mijn natuurlijke programmering. Gedachten zijn namelijk heel krachtig. Dit soort problemen in je hoofd zijn vergelijkbaar met softwareverstoringen van je mobieltje. Het komt heel vaak voor dat mensen zichzelf door piekergedachten helemaal van streek maken en zelfs ziek worden. Want negatieve gedachten roepen weer negatieve gevoelens op en deze kunnen zorgen voor echte lichamelijke klachten. Dat komt omdat in mijn systeem alles met alles samenhangt. Als je dus merkt dat je je vaak innerlijk onrustig voelt en onzeker en de dokter kan niets lichamelijks ontdekken, onderzoek dan eens of je vaak negatieve gedachten hebt. En als dat zo is, probeer dan dat gepieker te doorbreken door je aandacht op iets positiefs te richten. Wat heb je aan die piekergedachten, als die alleen maar zorgen voor nare gevoelens en jezelf ziek kunnen maken? Ze hebben geen enkele functie en ze lossen ook helemaal niks op, dus weg ermee. Probeer de piekergedachten geen aandacht meer te geven. En dat zal in het begin niet meevallen. Maar probeer de andere kant op te kijken en je aandacht te richten op iets leuks. Want als je een piekergedachte niet meer voedt met je aandacht, dan zal die vanzelf verdwijnen. Als dit je niet op eigen kracht lukt, vraag dan aan je arts om een verwijzing naar een psycholoog, want die kan je daarbij helpen. Maar als je klachten maar blijven terugkomen, ook als er geen echte lichamelijke en ook geen psychologische oorzaak te vinden is, dan moet je verder kijken. Vaak heb je dan te maken met een verstoring op energieniveau. En de klachten die daarbij horen, dat is bijvoorbeeld innerlijke onrust en stress. En ook stress kan uiteindelijk lichamelijke klachten veroorzaken. En die lichamelijke klachten, dat kan bijvoorbeeld weer zijn hoofdpijn of buikpijn, een misselijk gevoel, misschien hartkloppingen of zelfs hyperventilatie. En zoals het handig is om een mobieltje te resetten als het hapert, kan het ook handig zijn om jouw energiesysteem regelmatig te resetten. Je komt dan innerlijk weer in een natuurlijke balans. En ook kom je weer in harmonie met het grote energieveld van de kosmos, waar jouw energieveld onderdeel van is. Op deze manier pak je systeem automatisch en natuurlijke functioneren weer op.
En dat natuurlijke functioneren, dat noemen we gezondheid. Maar hoe doe je dat? Je energiesysteem resetten, zul je misschien afvragen. Nou, je ademhaling speelt daarbij een hele belangrijke rol. Door een speciale manier van ademhaling kun je jouw systeem op energieniveau weer in harmonie brengen. Langzaam zal de innerlijke onrust en de eventuele lichamelijke klachten verminderen en uiteindelijk verdwijnen. Deze techniek wordt de reset-meditatie genoemd. En daar ga ik je in deel 2 van deze video bij helpen. Het is eigenlijk een hele simpele en natuurlijke manier die al duizenden jaren door mensen in het oosten wordt beoefend. En nu ook in het westen heel populair aan het worden is. De reset-meditatie die we straks gaan doen, die duurt ongeveer 10 minuten. Als je jezelf weer in balans wilt brengen, is het aan te bevelen om een paar weken lang elke dag liefst 2 keer de resetmeditatie te doen. Bijvoorbeeld aan het begin van de dag en aan het eind. Al tijdens de eerste keer zul je merken dat je van binnen wat rustiger wordt. En na een paar dagen zul je ook gedurende de dag innerlijk wat meer rust gaan ervaren. En zoals de tuinman ervoor moet blijven zorgen dat zijn tuintje niet wordt overwoekerd door onkruid, is het voor ons als mens ook nodig om onze eigen innerlijke balans steeds opnieuw weer op orde te houden. Sommige mensen maken er daarom een gewoonte van om elke dag te beginnen en te eindigen met een paar minuten stilte, of gewoon met deze resetmeditatie. Op deze manier wordt je systeem, ondanks de drukte en de stress van de dag, steeds weer opnieuw ontstrest en in zijn natuurlijke balans teruggebracht. Kijk maar of dat voor jou ook goed voelt. Open nu in YouTube deel 2 en die heet Reset Meditatie voor Jongeren. En je kunt zoeken op het trefwoord De Oude Cheng en dat schrijf je aan elkaar.